Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvibe doen. Ik ben heel erg benieuwd en ik ga beginnen met de tarot. En zoals jullie weten, elke tarotlegger heeft zijn eigen intuïtie en zijn eigen inzicht en eigen interpretatie van de kaarten. Of het nou tarot is of een ander deck. Het is maar net precies hoe degene die het legt het voelt. En dat is ook zo leuk. Daarom kun je ook kijken van, goh, wat resoneert er met mij? Wat is er voor de dagvibe? Kijk eens, hij valt al om. Bekers, oh wauw. Kijk nou eens, wat een prachtige kaart. Die kaarten zijn zo prachtig. Het infinity teken, de 8 staat erop, het is oneindig. Er is hier iemand die absoluut een nieuwe kant op gaat. Iemand die durft om de wijde wereld in te gaan. En neem dat niet te letterlijk, hè. Maar iemand die zich durft te laten zien. Het lijkt wel letterlijk alsof je water hebt zien branden. Dat je wat achter je laat. En dat je eigenlijk vol vuur naar iets anders gaat, maar je weet nog niet waar. En dat staat ook hier duidelijk op de kaart te zien, hè? Man of vrouw. Ben je een man, dan is deze kaart, dan ben je een man. Maar er is hier iemand die heel duidelijk ergens naartoe loopt, maar nog zonder doel. Je bent vrij, je voelt je vrij, je weet het nog niet, je laat je verrassen. Super, prachtig. Ja, en het vuur brandt ook in jou. Het voelt zo goed deze kaart. Je hebt er zin in. Je hebt er zin in. En het kan heel goed zijn dat dat te maken heeft met een nieuw jaar beginnen. Dat je dingen achter je laat. En dat je echt, nou ja, van alles hebt meegemaakt. En logisch, hè, we maken ook altijd van alles mee. Maar je bent in staat om het verleden achter je te laten en niet meer om te kijken. En je koestert wat er was. Je verwijt, je hebt geen verwijten. Kijk nou eens, de 5 van zwaarden. Iemand die piekert. Iemand die zo piekert, wat zal ik doen, wat zal ik doen? En het lijkt wel alsof je wat influisterd krijgt. Er is hier iemand die zich heel erg laat leiden door wat er van hem of haar gaat worden verwacht. En hoe jij daar zelf op in kan spelen. Ik vind het prachtig. Deze 2 kaarten, ik heb steeds het gevoel dat het een broer en een zus is. 2 mensen die allebei op hun eigen manier iets achterlaten en daarmee omgaan op hun eigen manier. Zo moet ik het zeggen. En het kan ook zijn dat het 2 partners zijn. Man en vrouw of man, man, vrouw, vrouw. Dat je allebei op een andere manier iets verwerkt. Iets achter je gaat laten. Wauw. Ik wil nog 1 tarotkaart erbij. Ik vind het echt prachtig. Ja. Je laat je iets influisteren. En of dat nou is dat je je diepe, diepe intuïtie is. Of dat je je werkelijk door de fluistering van de wind iets laat zeggen. En dat klinkt misschien gek. Maar soms kun je ook in de wolken iets zien. Hè? Een afbeelding. En dat je gewoon ergens mee bezig bent. En er komt iets langs je oren. Er komt een whispering. Een ingeving, epiphany. Ik moet deze kaart hebben. Ik ben heel erg benieuwd. Kijk nou eens, koningin van munten. Wauw. Een tevreden persoon. Altijd als ik de kaarten aangeef, dan als ik niet specifiek zeg dat het een vrouw of een man is, dan kun je gewoon kijken wat voor jou past. Een man of een vrouw, het is gewoon een persoon. Er is hier iemand die zo ongelooflijk
tevreden is. Iemand die weet wat ze wil. Iemand die het ook financieel goed voor elkaar heeft. Je zit eigenlijk letterlijk op je troon, op een stoel die lekker zit. Je voelt je comfortabel bij jezelf. Dat is wat ik hier heel erg proef. Je voelt je comfortabel en je kunt leven met jezelf. Je accepteert jezelf. En dit zou zomaar eens het vervolg kunnen zijn van het achterlaten van de dingen die je ook werkelijk wil achterlaten. Zonder wrok, zonder verwijt. Ik hoor het woord venijn. Het kan zijn dat je met iemand iets te maken hebt gehad afgelopen jaar ook of de afgelopen week. Iemand met venijn, maar je kan het achter je laten. Misschien ben je zelfs in staat om diegene te vergeven en ook jezelf. En volop, hoe zeg je dat? Volop met alle onzekerheden die je met je meeneemt. En alle oncomfortabelheid dat je toch de toekomst durft in te gaan. En hier zit die vrouw of man. Kijk wat resoneert. Iemand die zo tevreden is, iemand die het goed gedaan heeft, na verwerking van pijn en verdriet en tegenslag. Het is echt fantastisch. Ik word er helemaal stil van. Ik ga de rondjes erbij halen. Twee mensen die op verschillende manieren hun pijn en verdriet en verleden achter zich laten. En verleden kan ook betekenen het verleden van een jaar. Maar het kan ook iemand zijn die over de laatste 20 jaar nadenkt. Dat kan. Er is iets wat je achter je laat. Omdat je weet dat het je anders remt in doorgaan. En de een is daar sneller in dan de ander. Kijk eens, er zijn krachten buiten jou die tegen je werken. Dit heeft ook te maken met deze kaarten. Je probeert sterker te zijn dan iets waar je geen invloed op hebt. Je wil het controleren, je wil er invloed op hebben. Maar lieve tekens, voor wie deze dagvibe van toepassing is. Je kunt niet alles beïnvloeden en je kunt al helemaal geen controle hebben over andere personen. Mannen of vrouwen, dat gaat niet. Je kunt alleen maar kijken naar wie ben ik en hoe sta ik erin en wat kan ik ermee en hoe ga ik ermee om. Maar er zijn invloeden van buitenaf die proberen toch ergens jou te dwarsbomen. Maar het gaat niet lukken. Het gaat niet lukken. Kijk naar deze prachtige persoon. Ah, zo comfortabel, zo zelfverzekerd. Het is prachtig, het is prachtig. Het gaat niet werken. Het gaat niet werken. Ik denk dat je die strijd al geleverd hebt. En dat dit het resultaat is. Dat je je niet meer gek laat maken door anderen. Dat je niet meer je afvraagt en wat anderen van je vinden. En dat je niemand meer jou een strobreed in de weg laat leggen. Er valt er nog eentje uit. Kijk nou, geluk, geluk. Wauw, er is geluk. En ik voel met name het geluk in de zin van tevredenheid en rust. Het lijkt wel alsof er geen strijd meer hoeft te zijn. Alsof je iets achter je hebt gelaten wat eindelijk is afgerond, opgelost. Het kan zijn dat het te maken heeft met een breuk of met een fikse ruzie. Waar dan ook, op werk of privé. Of dat je zelf gewoon een enorme wedstrijd met jezelf hebt moeten spelen. Hier en hier. En dat je dat overwonnen hebt door te accepteren. En door een manier te vinden waarop je ermee om kan gaan. Kijk eens, er valt er nog eentje uit. Needle and Thread. Oh, dit vind ik ook zo'n mooie kaart. Ja, er gaat een wens in vervulling. Er gaat een wens in vervulling. En dat het oog, hoe zeg je dat, het oog van de naald? Door het oog van de naald. Het kan zijn dat je er net op tijd bij was. Deze kaart heb ik wel eens eerder in een reading ook gehad. En het hangt maar net af van de combinatie wat ermee is. Maar ik heb het gevoel dat je, kan best zijn dat je kantje boord hebt gelegen of gezeten. Ja, en dat je het gered hebt. En dat je nu denkt zo, en nu ga ik voor mezelf. Ik wil nog één rondje erbij.
De rondjes zijn zo ongelooflijk van betekenis. Happiness. Wauw. In de zin van rust en acceptatie. En zin hebben in jezelf. Dat klinkt ook gek, maar gewoon zin hebben in jezelf. Teardrops. Ja, kijk eens. Een groot verdriet. Een persoonlijk verdriet. Er is hier iemand die, die laat iets achter wat ik net al zei. Er is een zware dobber genomen. En ik zie hier twee personen die elkaar kennen, die met elkaar te maken hebben. Een broer en een zus of een romantische liefde, twee partners die te maken hebben met de verwerking van verdriet. En twee mensen die het allebei doen op hun eigen manier. Het kan zijn dat er het overlijden van een ouder, misschien het overlijden van een kind. Er is iets wat zo duidelijk hier in de kaarten ligt, dat er twee mensen zijn die hetzelfde verdriet hebben te verwerken, dezelfde situatie hebben te verwerken, maar allebei op hun eigen manier. Oh, het ligt me heel zwaar op de maag, ja, maar het gaat beter. Het kan heel goed zijn dat je te maken hebt met mensen om je heen die zich ermee willen bemoeien met die pijn van jou. Van ben je er nou eens klaar mee? Of op hun klok kijken, bij wijze van spreken, van is de rouwtijd nu voorbij? Hè? Mensen die ook vanuit egoïsme willen dat je aandacht aan ze geeft. Terwijl jij in je eigen cocon en in je eigen, op je eigen manier en op je eigen tempo verdriet wil verwerken. Trek je daar niks van aan, maar dat gaat ook niet gebeuren, want dat is wat ik ook zie. Er komt geluk. En dat geluk, dat heeft echt te maken met een soort vrede in jezelf, een acceptatie. Ook acceptatie van wat je achter je moet laten. En dat kan een gemis zijn, dat kan een verdriet zijn over een gemis. Poeh, ja. En de struggles zijn zichtbaar. Hè? Dus ik kan de kaarten ook andersom leggen, maar meestal doe ik dat niet. Het kan zijn dat je aan het struggelen bent en dat je ook degene die ook datzelfde verdriet, hè, dezelfde situatie moet doorworstelen, dat je ziet hoe diegene enorm aan het pijn lijden is en aan het ploeteren is, terwijl je tegelijkertijd weet, hij of zij doet het op zijn of haar manier en ik doe het op mijn manier. En later vinden jullie elkaar wel weer in dat gemis. Er is een maagd in het spel. Wauw, er is een maagd in het spel. Oké. Okay. Ik heb geen idee. Je hebt te maken met iemand in je energie die een maagd is. Het kan zijn dat het verdriet hier gaat over een maagd. Dat je die achter je hebt moeten laten. In verband met overlijden, in verband met een scheiding, een breuk. Het kan van alles zijn. Ja, ik heb toch het gevoel dat het met meerdere mensen te maken heeft die allemaal op hun eigen manier hun verdriet aan het verwerken zijn. Ja, maar jij wil niet meer achterom kijken. Dat is wat ik heel erg proef. Er gaat iets niet gebeuren. Deze kaart heb ik al eerder gezien in een dagvibe onlangs. Er gaat iets niet gebeuren. En dit heeft te maken, ja, het is ongelooflijk. Dit heeft te maken met iemand of meerdere mensen die willen proberen om jou uit je rouw te halen. Mensen die op een of andere manier uit egoïsme een beroep op je willen doen. En jij bent er nog niet klaar voor. Ik heb niet het gevoel dat dat te maken heeft met werk. Van wanneer kom je weer terug? Want je krijgt alle tijd, mocht je werken. Kijk wat resoneert. Ik denk dat er meer begrip is vanuit een werkgever dan vanuit familie. Maar het gaat niet gebeuren. Mensen die proberen om invloed op jou te hebben in deze situatie waarin je je bevindt,
of je nou bijna aan het afronden bent of dat je er nog middenin zit omdat je niet weet hoe je ermee om moet gaan, dat maakt niet uit. Die mensen krijgen geen invloed. Dat is wat ik heel erg proef. En ik weet niet wie de maagd is. Ben jij het? Ben jij het zelf? Ik ga nog een wijsheid van de orakel. Nou, hij glipt al. Ongelooflijk zeg. Je bent een gezegend mens. Je bent een gezegend mens. Ik ga hem voorlezen uit het boekje. Tel je zegeningen. En het heeft echt met deze kaart te maken. Deze kaart en deze kaart. Het is ongelooflijk. Ik zie hier echt iemand die al zo ver los is gekomen en het aandurft om de wijde wereld weer in te gaan zonder een grens. Er is geen einde. Het is het, en dat betekent vrij kijken wat er gaat gebeuren. Van kom maar op met de wereld, ik kan het aan. En hier zie je iemand die in acceptatie tevreden is. Gezegend, een gezegend mens. Wauw, ik ben er echt een beetje ontroerd door. Ik ga hem voorlezen. De wezenlijke betekenis van deze kaart. Iets moois dat je niet hebt verdiend en niet verwacht. Genade is een onverwacht geschenk van spirit. Het kan heel goed zijn dat je je realiseert hoe mooi je hier uit deze situatie bent gekomen. Dat je misschien al geleefd had met voorangst. En op het moment dat die situatie zich voordoet, wat ik al zei, hè, maar ik val in herhaling. Of het nou een breuk is met een geliefde, of het is een werkelijke scheiding in een langdurige relatie. Of het gaat hier om iemand die is overleden. Je weet dat je jezelf eruit kunt trekken. Je weet het. En uiteindelijk komt die acceptatie. Er zijn momenten in het leven waarop het lijkt alsof er vanuit het niets van alles op goddelijke wijze wordt geregeld. Dat is die kracht, lieve tekens, dat is die kracht waarvan je niet besefte dat je die had, dat je die bezit. Je voelt je gezegend op een manier die je moeilijk onder woorden kunt brengen. Sorry dat ik even dit onderbreek, ik lees het zo verder, maar dit heeft ook te maken met dat verdriet en geluk naast elkaar kunnen bestaan. Je kunt namelijk voelen dat je die kracht hebt, terwijl je tegelijkertijd dat verdriet hebt. Het is alsof de Rode Zee zich voor je in tweeën splijt en gebeurtenissen samenvallen die op een gemakkelijke en natuurlijke manier je zorgen wegnemen. Diep van binnen weet je dat je er niets voor hebt gedaan en toch gebeurt het. Dit is een van die momenten. Ontvang al je zegeningen met eerbied en dankbaarheid en laat je hierdoor leiden. Lieve tekens, dit is uiteindelijk het resultaat. Wauw, je voelt je gezegend uiteindelijk, maar je hebt wel even ergens doorheen te gaan. Ja, en dat heeft ook te maken met dat oog door de naald. Je weet op het moment dat je in dat verdriet zit en niet weet van hoe ga ik dat aanpakken. Het verschil is zo duidelijk. Dat je niet beseft dat je daarna er heel gezegend kunt uitkomen. Dat weet je niet. Deze kaart ligt eigenlijk hier. Je hebt eerst hier doorheen te gaan. Ik ben heel erg benieuwd of je te maken hebt met een maagd. Ja, dit was een prachtige boodschap van de wijsheid van het orakel. Ik wil nog eens eventjes de dobbelstenen erbij halen. Er ligt zoveel geluk. Ja, maar nogmaals, het geluk heeft te maken ook los van geld. Maar dat geld, dat is al niet het probleem. Dat financiële is niet het probleem. Ik zie op deze kaart ook dat de munten, de koningin van munten, dat geld in deze dagvibe eigenlijk symbool staat voor overvloed. Er is overvloed. En of dat nou geld is of niet, je bent blij met jezelf. Je hebt iets overwonnen. Ik ben heel erg benieuwd. Jullie weten van mij dat ik intuïtief kijk. Kijk zelf mee. Of je misschien een naam ziet van een geliefde of iets wat jou raakt hierin.
Ik ga kijken wat ik hier zie. Het heeft bijna te maken met. Praten. Nee, praten. Praten is ook belangrijk. Maar er is hier iemand die met zichzelf bezig is met praten. Hier, hier, hier ook. Je denkt, je praat. Je bent aan het kijken hoe je hieruit mag komen. Ik wil kijken wat ik hier nog meer zie. Water. Ik zie water. Ik zie hier water, omdat het blauw. Kijk eens hier aan de onderkant. Er is hier water. Misschien woon je aan het water. Misschien is er iets gebeurd aan het water. En ik wil geen nare dingen zeggen. Maar misschien kan het te maken hebben met een verdrinking. Of met een boot. En dat je teruggaat. Jij ook. Hier, twee mensen. Ik zeg ook jij, hè. Ik voel echt twee mensen die op hun manier dit doen. En dat je op een of andere manier... Kijk, hier heb je ook de zee. Er is iets met water. Iets met een boot, met een verdrinking, met een nalatenschap. Misschien zelfs wel het verstrooien van de as. Waar de ene heel goed mee om kan gaan en de ander heeft daar nog troubles mee. Poeh. Ja, ik vind heel veel. Ik vind heel veel. Ja. Maar uiteindelijk ben je blij met jezelf, want je komt er overheen. Het lijkt wel alsof ik hier iemand voel die na verdriet, na rouw, nadat de plek daaraan gegeven is, waar dan ook. Misschien is het wel een heilige plek voor je om bij het water te zijn. Maar dat je daarna, als er rust komt en acceptatie, dat je zo ongelooflijk blij bent. Omdat je weet dat als je dit kunt overwinnen, wat heb je dan nog te doen aan lijden? Want dit is iets heel groots. Nou, het is een hele lange dagvibe geworden. Succes!